Dankjewel, geweldig. Nou, bijzonder om zo te zijn bij de uitzegening van oudsten. Ik ken jullie niet, maar uh, ik was onder de indruk van het moment. Ik weet niet, Kees en Mieke, daar zitten jullie. Ja. Ik wil iets voorlezen voor jullie uit um, 1 Petrus hoofdstuk 5. Bekende tekst over de oudsten. En ik lees het even voor, zeg maar, alsof het aan jullie gericht is. Jullie hebben toezicht gehouden op de kudden, niet gedwongen, maar vrijwillig. Niet uit winstbejag, maar, maar als mensen die voorbeelden zijn geweest voor de kudden. En als de opperhedder verschijnt, zult u de onverwelkelijke krans van de heerlijkheid verkrijgen. Iets verder in... In Petrus 5, vers 5, tweede gedeelte. De nederigen geeft Hij genade. Verneder u dan onder de krachtige hand van God, opdat Hij u op Zijn tijd verhoogt. Werp al uw zorgen op Hem, want Hij zorgt voor u. Wees nuchter en waakzaam. Vers 9 biedt weerstand aan de tegenstander vast in het geloof. In de wetenschap dat hetzelfde lijden ook aan al uw broeders in de wereld opgelegd wordt. En dan de zegende God nu van de genade, die ons geroepen heeft tot zijn eeuwige heerlijkheid in Christus Jezus. Hij zelf moge u na een korte tijd van lijden of van uitrusten, toerusten, bevestigen, versterken en funderen. Hem zij de heerlijkheid en de kracht in alle eeuwigheid. Amen. Voor Kees en Mieke. Nou, super om hier te mogen zijn. In de gemeente een voorrecht om samen te mogen zingen. En een voorrecht om met jullie thuis ook. Ik zal me vandaag vooral richten tot de zaal, maar ik wil ook tegen jullie thuis zeggen dat God van jullie houdt. Dat het geweldig is dat jullie als gezin samen zijn. Of misschien als echtpaar op de bank zitten. Of misschien zit je met vrienden op de bank en kijk je mee. En vanuit deze zaal willen we graag de zegen van God jullie toewensen. Um, hij is hier, maar Hij is ook op elke plek waar twee of drie samen zijn in mijn naam, zegt Jezus. En um, ik zal mij tijdens het spreken, zal ik me nu vooral richten tot de zaal. En dat komt omdat ik de afgelopen maanden zoveel in het zwarte gat van camera's heb gesproken, dat ik blij ben dat er gewoon mensen van vlees en bloed tegenover me zitten. Dus vandaar. Nou, ik wil voordat ik um, de boodschap breng die God op mijn hart heeft gelegd. Ook nog een ander woord even voor de gemeente uitspreken. En dat is uit Ezra hoofdstuk 3. Waar de Tempel gebouwd is, de Tweede Tempel. De ouderen herinnerden zich nog de Tempel van Salomo. En toen was daar in één keer een nieuwe Tempel. En dat bracht best wel wat verdriet teweeg bij de oude generatie. En tegelijkertijd was er ook een nieuwe generatie die klaar stond en die stond te trappelen om nieuwe grond in te nemen en om een nieuwe tijd in te gaan. En ik geloof ook dat dat voor u, voor jullie als gemeente zo geldt. Er is een verleden en er is een toekomst en er is een heden. En in het heden is het soms lastig om terug te kijken en in het heden is het ook soms lastig om vooruit te kijken. En je staat soms als groepen eigenlijk in emoties, sta je soms een beetje naast elkaar en dan denk je waarom helpt de een terwijl de ander juicht? Zo kan het gaan in Gods gemeente. En dan staat er in Ezra hoofdstuk 3, vers 12, Maar velen van de priesters en de Levieten en de familiehoofden, namelijk de ouderen, die het eerste huis op zijn fundering gezien hadden, die de geschiedenis hadden meegemaakt van de gemeente, zij huilden met luide stem toen zij dit huis voor hun ogen zagen, terwijl vele anderen met gejuich en met blijdschap hun stem verhieven. En het volk kon geen onderscheid maken tussen het geluid van het vreugdegejuich en het geluid van het huilen van het volk. Want het volk hief een groot gejuich aan en het geluid werd tot verre gehoord. Wanneer we samen met God door het heden gaan, dan kunnen het verleden en de toekomst kunnen samensmelten. En dan kan God het huilen en het juichen tot één geluid maken. Zodat de mensen eromheen zeggen van wij horen een groot gejuich, een groot geluid. We weten niet waar het precies vandaan is of het nou huilen is of juichen. Maar het klinkt als het geluid van God. Nou, dat wil ik jullie als gemeente meegeven als een bemoediging. Het is mogelijk om in de overgangsperiode te huilen en te juichen tegelijk. En geeft er ook heerlijk de ruimte voor aan elkaar. Nou, dan um, wil ik iets zeggen over wat ik dan als thema heb genoemd: land. Innemen of land terugwinnen. Ik geloof dat Nederland, en dat geldt ook voor deze omgeving, dat we land hebben verloren. Land dat God ons ooit heeft gegeven en waarvan God vandaag zegt: ik roep mensen, ik roep Richters. Ik wil straks spreken over Gideon. Ik roep Gideons, mannen en vrouwen, om land terug te winnen dat ik ooit heb gegeven. En dan op een Vriendelijke, maar besliste manier. In afhankelijkheid van mij, zegt God. En ik werk door mensen heen die zichzelf helemaal niet heldhaftig vinden. Ik werk door Kees en Miekes heen. Ik werk door Walters heen, door Irma die me net welkom heette aan het begin. Ik werk door allerlei verschillende mensen heen, door Robin. Ik werk door allerlei verschillende mensen heen. En je hoeft niet een grote roeping op je leven te hebben om toch in een grote roeping te staan. Je hoeft niet iets heel bijzonders te doen en niet heldhaftig te zijn om toch door God voor iets, door iets, voor iets bijzonders gebruikt te worden. Want God roept helden die van zichzelf helemaal niet weten dat ze held zijn. En God roept mensen die in hun identiteit misschien veel minder sterk zijn dan je zou willen zijn. God roept gewone mensen. Nou, daarom wil ik iets voorlezen uit Richter, hoofdstuk 6, waar het gaat over Gideon. En daar staat dan in hoofdstuk 6, vers 1... Maar de Israëlieten deden wat slecht was in de ogen van de Heer. Toen gaf de Heer een over in de hand van de Midianieten, zeven jaar. Terwijl ik voorlees, zal ik ook vanwege de tijd gewoon wat tussendoor zeggen. Zodat het verhaal meteen duidelijk is ook. Zeven jaar lang hadden de, of de Israëlieten hadden gedaan wat slecht was in de ogen van de Heer. Daarom gaf de Heer een over aan de Midianieten, zeven jaar. Nou, zeven, dat betekent het is gewoon een hele lange tijd geweest. Zo'n lange tijd. Dat er misschien wel een generatie was die niet meer precies wist wat God had gedaan in het verleden. En God gaf hen over vanwege hun zonde in de handen van de Midianieten. Het volgende vers: toen de Midianieten de overhand kregen over de Israëlieten, maakten de Israëlieten vanwege Midian voor zichzelf de holen gereed die in de bergen zijn en de grotten en de bergvestingen. Want het gebeurde telkens als Israël gezaaid had. Dat Midian optrok. Ook Amalek en de mensen van het oosten trokken tegen hen op. En dan sloegen ze hun kamp op tegen hen en deden de opbrengst van het land teniet, tot waar men bij Gaza komt. En zij lieten in Israël niets over om van te leven: geen schaap, geen rund en ook geen ezel. Nou, dit is wat er gebeurt wanneer een volk in zonde leeft. Dit is wat er gebeurt ook wanneer de kerk van Jezus, wanneer de gemeente van Jezus, het woord van God langzaamaan los begint te laten. Dat er een periode komt, in dit geval zeven jaar, maar in ons geval een periode die oneindig soms lijkt te duren. Waarin de samenleving en de maatschappij bergafwaarts gaat. En we zien het gebeuren. En een van de reflexen die de gemeente van Jezus heeft, want ik wil het vandaag gewoon even toepassen op ons vandaag thuis en hier in de zaal en gewoon ook op het lichaam van Christus in Nederland. Een van de reflexen die het lichaam van Christus heeft, die de kerk heeft, is om ons terug te trekken in de grotten en in de holen. Want we zien het gebeuren dat wanneer wij uitgaan om te zaaien, dat er een vijand is die, net als de oogst opkomt, ons land binnendringt en de oogst weghaalt. En het is ongelooflijk ontmoedigend om te zien dat we met onze linkerhand zaaien en met onze rechterhand merken dat het weg wordt genomen. En dat we het niet vast kunnen houden en dat de oogst wordt vernietigd. En ook de afgelopen maanden hebben we dat zien gebeuren. Er was gezaaid en er was geprofiteerd over Nederland. Dat 2020 een jaar van opwekking zou worden, toch of niet? Dat is ook hier gezegd, ongetwijfeld. En wat zagen we gebeuren, juist toen de oogst zo dichtbij leek? En juist toen het saai goed opkwam, was daar een tegenstander die erop uit was, keer op keer, om de oogst weg te roven. En wie was die vijand? Nou, in dit, dit verhaal was het Midian en Amalek-staten en de omringende volken. Midian, die naam betekent twist. Amalek betekent het volk van de diepte. Er zijn wel Bijbeluitleggers die geloven dat Amalek symbool staat. Als je zo terugleest in de Bijbel, symbool staat voor de diepte die ook in ons zit, voor het vlees. En dus als ik dat even op die manier toepas, dan zou je kunnen zeggen, de zaaier ging uit om te zaaien. Zijn lichaam, de gemeente ging uit om te zaaien. Maar door de dingen die er gebeuren in de gemeente en doordat we als kerk er niet altijd klaar voor zijn, komen we terecht in een tijd van verdrukking. Hoe uitzicht dat doordat de oogst wordt weggenomen? Door wie gebeurt dat? Door Midian twist en door Amalek het vlees. Nou, dit gebeurt ook in de gemeente van Jezus te vaak. Dat we uitgaan om te zaaien, maar dat de oogst wordt geroofd door twist en door het vlees. Door onderlinge twist in de kerk. Het zal niet voor het eerst zijn en deze kerk zal ook geen uitzondering zijn. Maar twist in het lichaam van Jezus die de oogst wegrooft. Gebakken laten hand hebben gezaaid. En de eerste vijand is twist. En de tweede vijand die probeert om de oogst weg te nemen, dat is gewoon ons vlees. Dat is het volk van de diepte. Dat is ons karakter. En er wordt zoveel, zoveel strijd wordt er gestreden in het lichaam van Christus. Waarvan we denken dat het de duivel is die binnenkomt om de oogst weg te nemen. Maar in werkelijkheid is het mijn karakter dat ervoor zorgt dat God door mijn leven heen geen oogst kan binnenhalen. En wat ik dan moet doen is dat ik op de knieën ga en dat ik zeg... Heere God, ook die scherpe kantjes van mijn karakter, ook dat gelijk willen hebben. Ook die hoogmoed, ook het idee dat ik het allemaal moet doen. Het idee dat het moet gaan zoals ik denk dat het moet gaan. Heere God, ik wil het beleiden voor uw aangezicht en ik wil me verootmoedigen en wat... Wat krachtig is het als we als gemeente verootmoedigen voor God. Als we op de knieën gaan. En niet alleen als kerk van Jezus, maar ook als lichaam van Christus voor Nederland. De afgelopen zeven vrijdagavonden zijn we op allerlei bekende plaatsen, plaatsen van invloed, de Tweede Kamer en op andere plekken, zijn we op de knieën gegaan omdat we gewoon beseften, we moeten ons verroodmoedigen namens Nederland voor God. En straks als Oud en Nieuw voorbij is, gaan we het gewoon weer doen, want we willen doorgaan. Het is belangrijk om ons te verootmoedigen voor God, maar niet als doel op zich, maar met een reden om de oogst van Jezus binnen te halen. Zodat twist en ons vlees het niet kunnen verhinderen. Dat God in 2021 alsnog gaat doen wat Hij beloofd had voor 2020. Want in het gedeelte dat ik net las zit ook een hele mooie bemoediging. Want als de vijand binnenkomt op het moment dat de oogst nabij is, dan zou het kunnen betekenen dat 2020, toen de vijand zo bezig was om de kerk stil te krijgen, dat het misschien wel heel omgekeerd een teken is geweest dat de oogst dus heel dichtbij was. En dat dat de reden was dat Midian en Amalek zo krachtig naar voren kwamen. En waar wij oogst verwachtten, daar bleek de vijand binnen te komen. En we stonden klaar met onze, met onze oogstspullen allemaal om het binnen te halen. Maar we hadden niet door dat de vijand binnenkwam. Maar hij kwam. En het is omgekeerd. Het is een teken dat de oogst nabij is. Als de oogst het meest nabij is, is de tegenstand het grootst. En als de tegenstand het grootst is, mogen we God gaan danken dat de oogst nabij is. En dan, daarom ga ik nu, dit was even een, even een lastig stukje van de boodschap. Maar ik wil nu ook een boodschap van hoop brengen. Om ook te laten zien hoe God gewone mensen roept. Om Gods oogst binnen te halen. Vers 1. 11. Toen kwam een engel van de Heeren. Hij nam plaats onder de eik die bij Ophra is, die aan de EBS-riet Joas toebehoort. En zijn zoon Gideon klopt op dat moment tarwe in de wijnpers om die voor de Midianieten te verbergen. Toen verscheen de engel van de Heeren aan hem en zei tegen hem: De Here is met u, strijdbare held. Maar, maar Gideon zei tegen hem: Ach, mijn Heer. Als de Heeren met ons is, waarom is ons dan dit alles overkomen? En waar zijn alle wonderen waarover onze vaderen ons hebben verteld? Toen ze zeiden, heeft de Heere ons niet uit Egypte doen optrekken, maar nu, nu heeft de Heere ons verlaten en ons in de hand van de Midianieten gegeven. En toen wende de Heere zich tot hem en zei, Gideon, ga in deze kracht van u. En u, u zult Israël uit de hand van de Midianieten verlossen. Heb ik u niet gezonden? Maar hij zei tegen hem: Ach, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse. En ik ben de jongste in mijn familie. Maar, maar de Heere zei tegen hem: Omdat ik met u zult zijn, zal zijn, zult u Midian verslaan, alsof het één man was. Dit is hoe God mensen roept. En ja, waar was Gideon mee bezig? Gideon was bezig om voor zijn gezin en voor zijn geliefde te zorgen. Hij was bezig om graan te stampen in de wijnpers. En dat deed hij omdat hij gewoon brood wilde hebben voor de mensen om hem heen. En je zou kunnen zeggen, Gideon was een werknemer die gewoon bezig was om netjes zijn brood binnen te halen voor zijn gezinnen en voor zijn geliefde. Hij deed gewoon wat God op zijn hart had gelegd. En denk maar niet dat Gideon de vreugde beleefde. Er staat in dit verhaal, hij stampte die tarwe. Hij, hij, hij was bezig om die tarwe te bewerken. Niet in, de, niet in de bak waar dat normaal moest, maar in de wijnpersbak. Nou, waar was die wijnpersbak voor bedoeld? Om wat te maken? En de gemeente riep: wijn. Ja. Ja, dus de wijnpersbak was bedoeld om wijn te maken. En wijn, waar is wijn voor bedoeld om mensen vrolijk te maken? Niet voor excessen, maar om gewoon kleur te geven aan een maaltijd. Wijn spreekt in de Bijbel van de vreugde van God. Wijn spreekt ook in de Bijbel voor de liefde die God heeft voor zijn volk Israël. De wijnstok. De heer Jezus vergelijkt zichzelf met de wijnstok. En de landman, degene die de wijn maakt, of een helft van de druiven verzorgt. Dus wijn zegt alles over God. Wijn spreekt over overvloed. Het eerste wonder dat de Heer Jezus deed was water in wijn veranderen in Kana. En mocht er iemand thuis kijken die probleem heeft met alcohol, dan is de belofte dat als Jezus water in wijn kan veranderen, dat hij ook wijn voor jou in water kan veranderen. Het dus dat is Dat er een moment kan komen wanneer je samen met Jezus, wanneer je je overgeeft aan de Heer Jezus. Dat je langs de gal en gal kan lopen zonder aan alcohol te denken. Ja, dus God kan ook wijn en water veranderen. Voor jou. Nou, dat is even tussendoor. Maar wijn, dus in de Bijbel symbool voor overvloed, voor vrolijkheid, voor Gods liefde, voor Israël. En dat Hij naar zijn volk omziet. En Gideon was bezig om zijn dagelijkse werk te doen in de wijnbak. En dat deed hij misschien wel vreugdeloos. En toen staat er toen. Verscheen de Engel van de Heer? Onder de eik bij het huis van zijn vader. Zie je, huiselijker dan dit kan het niet. Waar riep God Gideon? God riep Gideon op het moment dat hij vreugdeloos bezig was om zijn kostje te verdienen. Op de plek vlak bij zijn ouders, dicht bij huis. En hier zit een geweldige bemoediging in, want dat betekent dat God ook vandaag mannen en vrouwen roept die maandagochtend met hun broodtrommeltje onder de arm naar hun werk gaan en misschien vreugdeloos hun werk doen, verlangens hebben naar veel meer, maar je doet gewoon wat God op je hart heeft gelegd, want je moet gewoon je kostje verdienen. En er is misschien geen vreugde en misschien kan je geen verre reizen maken en je dromen najagen. Je bent misschien gewoon op de plek waar je geboren bent, gewoon dicht bij je ouders en je bent nooit meer dan een paar vierkante of een paar kilometer van huis geweest voor je werk. Je gaat gewoon naar je kantoortje. En dat is de plek waarvan we in Richtroofstuk 6 lezen. Toen kwam de engel van de heren. Vers 11. Vers 12 staat. Toen verscheen de engel van de heren aan hem. En dan niet verder. Toen verscheen de engel van de heren aan hem en zei tegen hem. Zie, je ziet dat de engel van de heren. Dat hij steeds dichterbij komt. Daar staat hij kwam. Vervolgens staat er hij verscheen. Vervolgens staat er hij sprak. En zo geloof ik ook dat God vandaag steeds dichterbij wil komen. God komt vandaag in je leven. En Hij wil verschijnen in je leven. En Hij wil spreken in je leven. Zie, God komt altijd dichterbij wanneer je gewoon doet wat God op je hart heeft gelegd, terwijl je er misschien helemaal geen vreugde aan ervaart. Kees en Mieke, ik denk dat jullie lang niet altijd vreugde hebben ervaren in het ouderschap. Maar God kwam en hij verscheen en hij sprak telkens op het juiste moment. Zelfs wanneer er geen vreugde was, maar wanneer je gewoon deed wat je beloofd had te doen. God roept mensen die bezig zijn om te doen wat ze beloofd hebben aan God om te doen. En dan spreekt de engel van de Heeren en hij zegt: De Heere is met u strijdbare held. Maar staat er dan. Dit verhaal staat vol met maars. Continu, maar, 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 maar. Maar Gideon zei, maar de heren zei, maar Gideon zei, maar de heren zei. Dus het is het gewone leven. Het is gewoon zoals ons leven is. Maar, 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 maar Gideon zei tegen hem, och mijn heer. Kijk, het is krachtig. Wanneer je twijfelt aan God, dat je hem toch mijn heer noemt. Och, met andere woorden, ik weet het ook allemaal niet. Maar wel mijn heer. Als je twijfelt aan God, blijf God God noemen. Blijf hem aanbidden. Och mijn Heer, als de Heer er met ons is, waarom is dan dit alles ons overkomen? Dit is de, de roepstem van een dienstknecht van God die geroepen wordt, maar die nog niet ziet waarvoor die geroepen is. Ik weet dat u in het verleden wonderen hebt gedaan. Via de leggen als meer. Maar op dit moment zie ik het even niet. En is het inderdaad mogelijk dat u in de toekomst gaat doen wat u in het verleden beloofd heeft? Is het mogelijk dat hij in de toekomst gaat doen wat hij in het verleden hebt gedaan in ons gezin? Is het mogelijk dat Nu lijkt het erop alsof de Heer ons verlaten heeft en ons in de hand van de Midianieten heeft gegeven. En dan staat er toen, wenden de Heerde zich tot hem en zei: Kijk, het komt gewoon echt steeds dichterbij. Hij kwam, hij verscheen, hij sprak en hij wende zijn gelaat tot Gideon. Gideon kwam uit het geslacht van Manasse. Nou wie weet van wie Manasse de zoon was. Manasse was de zoon van Jozef. Ja. Nou in het volk Israël was het zo dat de stam waaruit je kwam Mozes die had in Deuteronomium had hij zegenspreuken uitgesproken over de verschillende stammen. En geloof maar dat Manasse dag in dag uit als jongen de zegenspreuk van zijn stam over zijn leven uitgesproken had horen worden. Geloof maar dat Gideon leefde in het geloof van zijn groot-over-over-overgrootvader Jozef. Gideon was een man die geboren was uit een familie van dromen. Gideon was een man die gehoord had over de dromen van zijn bed-bed-bed-overgrootopa Jozef. Dat was de zegen die hij meedroeg in zijn leven. Kan je voorstellen hoe... Miserabel Gideon zich voelde. Hij kwam uit zo'n groot, dromend geslacht. En hier was de plek waarop hij dacht dat God hem verlaten had. En dan komt God. En hij verschijnt en hij spreekt en hij wendt zich tot, tot Gideon. En dan staat er, toen wenden de Heer zich tot hem en zei... Ga in deze kracht van u. En u zult Israël uit de hand van de media niet verlossen. Heb ik u niet gezonden. Dit vind ik zo mooi. God verschijnt en hij zegt tegen Gideon, Gideon, het enige wat je moet doen is je moet gaan in de kracht die in je is. Ga in deze kracht die in u is. Ik zou hebben verwacht dat God tegen Gideon zei, ga in mijn kracht. Toch? Ga in Gods kracht. Maar God zegt, beste jongen, ik heb het allemaal al in je gelegd. Daarom ga in die kracht die in u is. Leg als meer, ga in de kracht die God al in je heeft gelegd. Ga in de kracht van de Heilige Geest die in jou is. Beste papa, beste mama, voet op in de kracht die God al in je heeft gelegd. Beste ambtenaar, beste verpleegkundige, beste vuilnisophaler, ga in de kracht die God al in je heeft gelegd. Alles wat je nodig hebt, ligt al in jou. Ga in deze kracht van u, zo spreekt de Heer. Maar Gideon zei: Och, mijn Heer, waarmee zal ik Israël verlossen? Zie, mijn geslacht is het armste in Manasse en ik ben de jongste in mijn familie. En dan zegt de Heer: Weet je waarom? Omdat ik met je ben. En ik ben altijd met je geweest. Nou, misschien zit je thuis en voel je je zoals Gideon. Je bent bezig om je werk te doen en je bent al blij dat je een baan hebt. Misschien ben je werkloos en zeg je van ja, hoe kan God mij gebruiken? Gideon had tenminste nog een wijnpersbak om zijn graan in te stampen en ik weet helemaal niet wat ik moet doen. En dan zou je dus kunnen gaan twijfelen aan de roeping die God je heeft gegeven. En dan denk je ja, ik kom uit Manasse, het armste, de armste familie in mijn geslacht en ik voel me het jongste en ik ben klein. En wat stel ik nou voor? En dan zijn daar de bemoedigende woorden van God die spreekt: Ik zal met je zijn. Ik heb je geroepen, ik heb je een plaats gegeven en ik zal met je zijn en ik zal altijd over je waken. En jij staat er dan in het woord van God, we hebben het net gelezen. Je zult Midian verslaan op welke manier, alsof je een gevecht met één man aangaat. De bent kan alvast naar voren komen. Je zult, Gideon, je zult Midian verslaan alsof je een gevecht met één man aangaat. Nou, ik weet zeker, jij en ik, wij kunnen Nederland, kunnen wij niet innemen in de naam van Jezus, in eigen kracht. Met de kracht die God in ons heeft gelegd, mogen we al blij zijn als we de paar mensen om ons heen kunnen bereiken. Dat is wat God in ons heeft gelegd. Maar als God met ons is, zullen we Nederland terugveroveren. Zullen we land terugwinnen voor Jezus. En we zullen dat doen precies op de manier zoals hier staat. Man voor man, vrouw voor vrouw, metertje voor metertje. Wij zullen een volk veroveren en een land terugwinnen alsof wij een gevecht voeren met één man. En het lijkt zo klein. Het lijkt zo klein wanneer wij allemaal één iemand tot Jezus brengen. Want wat is nou één persoon? Het lijkt zo klein, Marleen, je bent, je bent mantelzorger. Het lijkt zo klein wat je dan doet voor één persoon. Want er zijn ziekenhuizen die werken voor duizenden mensen tegelijk. En jij doet het voor die ene persoon. En dan zou je wel eens kunnen denken wat stelt dat voor, maar stel dat het lichaam van Christus in beweging komt en dat we gaan strijden man voor man, vrouw voor vrouw, meter voor meter en zo land terug veroveren. Doordat we weten dat Jezus dichtbij is gekomen en zijn aangezicht tot ons gewend heeft. Ik wil eindigen met de zegenspreuk die Gideon dag in dag uit had gehoord. Dit was wat hij hoorde. De zegen van Mozes over het geslacht van Jozef. In Deuteronomium 33 staat dat Mozes over Jozef zegt: Mogen, mogen zijn land door de Heere gezegend zijn? Met het beste deel van de hemel: met dauw. En met het beste van de watervloed die beneden ligt. Met het beste van de aarde: en het beste van al haar volheid. En met de goedgunstigheid van hem die in de doornstruik woonde. Ja, laat het, laat het komen op het hoofd van Jozef. Ja, op de schedel van de gewijde onder zijn broers. Dit was de zegen. die Gideon dag in dag uit had gehoord, kan ik me voorstellen. De zegen van zijn grootvader Jozef. Mogen zijn land door de Heeren gezegend zijn. met het beste van de hemel, met dauw. En met het beste van de watervloed die beneden ligt. met het beste van de aarde en haar volheid. en met de goedgunstigheid van God. Ik denk dat de reden dat Gideon na dit verhaal. Dat vlies op de aarde legt en dat hele bijzondere doet met dat douwen met droogte en met douwen met droogte. Dat het alles te maken had met de zegen die hij als jongkind over zijn leven uitgesproken had horen worden. De dauw herinnerde hem aan de goedgunstigheid van God. De dauw herinnerde hem aan de belofte die God had gelegd op zijn stam en daarom ook op Israël. Gideon wist wat de kracht was van één man, omdat hij de geschiedenis van Jozef had gehoord. En vader, ik bid over iedereen die kijkt en iedereen die meebidt en die meeluistert uit. Dat wij ons vast zullen houden aan de belofte die God heeft gedaan. De kerk van Nederland heeft eeuwenlang deze tekst gehoord, ochtends en avonds. In elke dienst die er was, in elke kerk in Nederland. Die bekende tekst. Mogen de Heren u zegenen. Die tekst waarin staat dat de Heer Zijn aangezicht naar ons wendt. En dat U ons vrede geeft, dat U ons genade geeft. Dat de goedgunstigheid van God op ons is. De zegen van Mozes. Van Aaron. En Vader, ik bid voor de Kerk van Nederland en ook voor deze gemeente, Heren. Dat we mogen gaan wandelen in de zegen die U op ons leven hebt gelegd. Heer, dat we mogen beseffen dat u ons gebruikt om land terug te winnen. Heer, want u bent een God van trouw. En elke oude kerk in Nederland is een bastion van uw trouw. Elke kerktoren in Nederland laat iets zien van de dauw die u op ons volk hebt gelegd. Heer, elke kerk laat iets zien van de zegenspreuk van Aaron die zo vaak over ons is uitgesproken. De Heer zegen u en Hij behoede u. En zo zult u het doen ook vandaag. Lieve Vader, zegen ieder thuis. Zegen...